En dat is natuurlijk allemaal om David tegen te houden. Ik bedoel, ik moet gewoon mijn huis nu gaan beveiligen tegen David. Dus ik moet gewoon veel meer camera's hebben, alles erop en eraan. Dat zodra die binnenkomt, dat ik hem gewoon kan aanpakken. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Heb jij er vandaag zin in en je wil mij supporten? Klik natuurlijk ook eens even op dat duimpje omhoog. En als jullie nieuw bent, abonneer vooral. Klik ook dan meteen even het belletje aan. Als je het belletje aanklikt, doe dan dat je alle meldingen wil krijgen. Want dan krijg je tenminste een melding. Gezien heel veel mensen geen melding krijgen, krijg je het dan in ieder geval wel. Goed mensen, we zijn vandaag op Mindtopia. En je verwacht het niet mensen, maar mijn auto is gejat. Hij is gewoon nu alweer gejat. Prank! Nee, die auto is er nog gewoon. Dat is die nog gewoon de mooie roze auto. Kijk, kan nog steeds mooi van mij. Maar ik heb natuurlijk wat door de reacties heen gekeken, wat nog allemaal. En ik had zoiets van, misschien hebben de kijkers hier toch wel een aantal punten waar ik misschien eventjes mee bezig moet gaan. Dus ik ga alvast even een boekje halen. Het zit namelijk zo. En ik weet niet in hoeverre het klopt, maar het schijnt dat David zijn eiland buiten de, wat ik las, iets met buiten de politiegrenzen zitten, wat ook allemaal, kortom, hij kan daar nooit worden opgepakt en weet ik het allemaal. Nou, dat doet er allemaal niet toe. Het gaat me ook helemaal niet om dat hij wordt opgepakt, wat ook allemaal, maar het gaat mij natuurlijk om in het vervolg, als je natuurlijk zoiets hebt van, we kunnen weer ergens inbreken of dit of dat, daar gaat het mij om. Dus wat wij gaan doen is, want dat stond ook in de reacties, iemand zei van, Duffy, je andere voertuig kunt natuurlijk ook gejat worden, en dat is natuurlijk zeker waar, want ik heb er best wel wat. We hebben meer camera's nodig. We moeten denk ik een aanvraag gaan indienen dat wij meer camera's zullen gaan krijgen op bepaalde plekken. Dat wij echt gewoon een volledig beschermde villa gaan krijgen. In de zin van, ik heb het natuurlijk eigenlijk nooit gedaan. Ik heb natuurlijk altijd een groot hek hier laten maken. Dat ik zat van, een mooi groot hek, dat moet mensen wel tegenhouden. Blijkbaar niet. Dus ik denk inderdaad dat wij extra camera's moeten gaan zetten. Op de hoeken van de huizen, op de punten allemaal. Misschien nog wel hiervoor allemaal. Misschien een hele hoge paal met een camera. Het hoeft niet per se mooi uit te zien. Ik bedoel, hiervoor op de straat een camera. Het gaat mij natuurlijk om mijn privé property. Ik bedoel, als dan iemand wil inbreken, dan hebben ze minimaal een bivakmuts nodig. Of iets in die trend. En dan maak ik ze toch even iets moeilijker dan, we gaan naar binnen toe en we gaan ermee weg en ik weet het vervolgens niet. Dus dat wil ik in ieder geval gaan doen. Het enige probleem echter is, ik weet niet 100% zeker wie er over de camera's gaat. Of dat het werkelijk het bouwbedrijf is of dat dat techwinkeltje is wat hier in het F5 gebouw is. Dus we moeten heel veel gaan kijken van, wie regelt dat? Ik heb dus echt geen idee. Ik denk het bouwbedrijf, maar I'm not sure, want vroeger kon je natuurlijk ook van naar die IKEA, voor de mensen die het nog kennen, Republic tijden. Oh, IKEA'tje. Maar kijk, wat het zeg maar is, als het goed is, had je hier toch een, dat zit hier ook al lang niet meer blijkbaar. Dat is ongemakkelijk. Hier was altijd namelijk een winkel, voor mij was dat deze zelfs, met allemaal camera's en alles erop en eraan. Het zijn inmiddels eetwinkels geworden. Betaal je zoveel voor sushi? Jezus Christus, nou ging je niet eten, veel te duur. God scaleren. Nee, maar hey, dat ben ik. Nice. dan. Dan gaan we denk ik eerst even naar het bouwbedrijf toe dan. En dan kijken of dat überhaupt kan. Oh shit, ik heb mijn plotnummer helemaal niet. God damn it. Welkom bij Duffy, die wil zijn huis gaan beveiligen / upgraden. Stap 1. Een boekje pakken. Stap 2. Naar het bouwbedrijf. Stap 3. Plotnummer. Oh ja. Terug naar het huis. Ik weet nooit mijn plotnummers. Ik weet niet of ik de enige ben die dat heeft, maar ja. Ben je overigens ook wel knap dat vaak de kijkers mijn plots beter kennen dan ik in de zin met nummers en weet ik het allemaal. Even kijken, wij zien hier plotnummer 92. Ik typ even gewoon zo 92 in de chat. Dan weet ik tenminste, het is plotnummer 92. Daar zit verder niks, nee. Dat is eventjes. Want ik verwacht ook nog heel de tijd post. Is dat er al? Nee, dat is er nog niet. Goed, maakt helemaal niet uit. We gaan er weer vandoor dan. Dan hebben we in ieder geval plot 92 uptown. Dan weten we dat tenminste. Maar wat ik zei, ik verwacht nog post eigenlijk in deze dagen. Eigenlijk al een enige tijd, maar het is nog steeds niet gekomen. Wat het is, ga ik ook lekker allemaal lekker niet zeggen. Want jullie mogen het allemaal niet weten. Mag je best weten als het er is, maar ik ga niks spoileren, kappa. Mogen jullie allemaal lekker gaan lopen gissen van, maar wat heeft Duffy dan besteld? Ja, dat weet ik niet. Goed, we gaan naar het bouwbedrijf toe, want ik wil dus extra camera's hebben. En dat is natuurlijk allemaal om David tegen te houden. Ik bedoel, ik moet gewoon mijn huis nu gaan beveiligen tegen David. Dus ik moet gewoon veel meer camera's hebben, alles erop en eraan. Dat zodra die binnenkomt, dat ik hem gewoon kan aanpakken. We zijn gesloten tot nieuwe prijzen bekend zijn. Infra. Momenteel nemen wij geen aanvragen aan. Bouwbedrijf maar. Are you kidding me right now? Oh, come on.
Maar jongens, het is een spoedgeval. Het is een noodgeval. Het heeft te maken met inbraak. Oh man, dit heb ik weer dan, hè. Dit heb ik weer. Wil ik iets hebben? Nee hoor, is het een... Ja, zou ik gewoon eentje inleveren als nog mensen? Ik bedoel... Kijk, ik weet, ze nemen niks aan en shit. Maar... Ja... Ik bedoel, ik kan er altijd inleveren, toch? Ik bedoel, wie niet waagt, wie niet wint. Right? Een architect, een proefarchitect, architect... Lead architect, CEO... Receptie. Ja, fuck it. Ik ga gewoon... ik ga het gewoon doen, hoor. Oh, ik ga het gewoon doen. 1. Plotnummer. Doen we zo even plot 92. Dat weet ik nog. Don. Stad. Mijn datum, mijn topje. Oké. Okay. 2. Het is vandaag. De. 9. Of nee, 09-08-18. Voor de mensen die zo hebben van Duffy, dus bij ons al 10. De. oh, wacht. Nee, godscoleren. Stad. Mindtopia 3 09-08-18. Voor de mensen zeggen Duffy 010. Grapje. Oké, eigenaar. Nou, dat ben ik. 4 Duffy 13. 5 categorie. Camera's. Zo. Etages. 0, I guess. Budget. Geen idee. Nieuwe prijs. Doe ik maar even gewoon zo, weet je. Ik bedoel, zij weten waarschijnlijk ook nog niet. En daarbij zeg ik weet niet of dit überhaupt door kan gaan. Hè? Dat is ook nog iets. Vergunning. Vergunning? Doe enkel bouwvragen in de stad Mindtopia. Eigenaar moet plotonen zijn. Er moet een boekje zijn. Er moet zijn met bla bla mogelijke contactpunten. Huis, winkel, geld, extra. Van wie moet ik daar een vergunning voor hebben dan? Om... geen... idee? Ik heb geen idee. 9 omschrijving. Ik wil graag extra camera's rondom mijn huis. Omdat er mensen zijn die inbreken. Oké, en dan nummertje 10 is... Contact. Ja, Twitter/Teamspeak. Ja, hoe willen ze me contacteren? Twitter. @Guido Laarsteepje Cosmo. Oh, dat kan niet! Nee! Twitter. Guido Laarsteepje Cosmo. Nee! 10. Twitter. Guido Laarsteepje Cosmo. Yes! Oké, dan. Wait a second, even nachecken. Oké, we hebben dus nu plotnummer, Mytopia, de datum, Duffy, het moet gaan over camera's. Ik heb nul etages daarvoor nodig, geen idee, nieuwe prijs, geen idee of ik een vergunning heb. Ik wil graag extra camera's rondom mijn huis, omdat er mensen zijn die inbreken. Twitter, dat is dus mijn contact. 10 is gewoon voor het contact, oké. Okay. En dan moet ik hem dus signen met... bouw, min 92. Sign and close. Ik heb altijd... Wacht even, bij nummertje 5. Extra kelder, verdieping, villa, loods, winkelstraat. Ik heb altijd deze, maar nadat ik me heb gezien dat ik iets ben vergeten, maar fuck it. Ik weet dat jullie geen dingen aannemen, wat dan kan, maar ja, Turk life. Ik bedoel, ik heb geen keuze. Ik moet alles op alles zetten om David uit mijn huis te houden. En dat betekent ook al is het bouwbedrijf op dit moment tijdelijk gesloten vanwege de nieuwe prijzen. Ik moet alles op alles zetten om David uit mijn huis te krijgen. Ik heb extra camera's nodig om ervoor te zorgen dat mocht hij er zijn, dat ik hem ermee naar de politie kan gaan. Dus ik moet dit gewoon gaan proberen. En ik hoop wel dat ze vrij snel er iets mee kunnen doen. Alleen elke dag langer dat ik daar geen extra beveiliging heb. Kan natuurlijk maar zo zijn dat er iemand komt, in dit geval David, die iets meeneemt. Want tuurlijk, ik heb mijn ene auto daar nu staan, maar de andere voertuigen niet. En dan hoor ik je zeggen, Duf, zet die er allemaal bij. Ik kan moeilijk een vliegtuig naast een auto daar opzetten. Ik bedoel, dat past daar gewoon niet. Dat vliegtuig kan daar ook niet normaal komen, om zo maar te zeggen. Dan hoor ik zeggen, Duf, je kan gewoon oppakken en neerzetten. Ja, dat weet ik. Maar kijk, een auto zou hier gewoon nog langs kunnen rijden en daar komen. En of course kan mijn andere auto een motor hier neerzetten. Maar... Ja, dat is ook wel erg rap en alles. Ik laat het voor nu eerst lekker nog even hier staan. Ik hoop gewoon dat het allemaal goed komt. En dat het bouwbedrijf snel contact met me opneemt. En zo niet. Dan hopen we maar op het beste.
voor nu mensen. Allemaal, enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe dan even lekker dat duimpje omhoog en klikken. Als je nieuw bent, abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.